Helemaal niet goed. Ik ga jullie vandaag aanleren hoe dat je barreer of gringo of duizend gaten pannenkoek maakt. Je kunt het noemen hoe dat je zelf wilt. Als ik met papa praat, dan moet ik gringo zeggen, aangezien wij immers hierheen zijn. Maar als ik bij mijn schoonouders ben, dan zeg ik uiteraard altijd barreer. Omdat ik me heel snel heb aangepast en ik vind Arabisch ook een hele mooie taal. Ik ga jullie ook heel eerlijk zeggen, ik kon geen barreer maken. Tot nu, tot mijn 20ste. Ik kon al heel vroeg van alles maken, msemmen. Ik was super jong en zo. Dan denk je van, ze kan msemmen maken, dus ze kan ook barreer maken. Toch niet. Ik kon geen barreer maken. Mijn moeder en ik lusten allebei super graag barreer, maar we konden dat allebei niet maken. Dus telkens als ik zei tegen mama, ik ga barreer maken, toen had ze iets van, oké, amai, dat gaat haar deze keer lukken. Toen dachten we echt van, yes, het gaat lukken. Dan ging dat mislukken. Oftewel proefde dat naar bakpoeder, helemaal niet naar barreer. Oftewel had dat geen gaatjes. Er was altijd wel iets mis. Maar alhamdulillah, nu heb ik een recept dat niet meer mislukt. Dat ook super gemakkelijk is. Het moet ook niet meer lang reizen. Het is echt heerlijk. En die ga ik met jullie meedelen vandaag. Wat je nodig hebt is 300 gram bloem, 300 gram fijne griesmeel, 2 kleine lepels zout, 2 kleine lepels gist, 2 kleine lepels bakpoeder, een kleine lepel suiker, 1 liter water, een staafmixer en een handmixer. Je pakt een kom, je zeeft je bloem erin, dan zeeft je ook je griesmeel erin, dan voegt je je gist erbij, dus 2 lepeltjes. 2 lepeltjes zout, 1 lepeltje suiker, 2 lepels bakpoeder, die mengt je dan samen. Daarna ga je water erbij toevoegen en ga je met de staafmixer alles goed mixen totdat je geen klonters hebt in je deeg. Ik voeg telkens beetje per beetje water erbij. En ik doe er een volledige liter water in. Ik hou niks over, dus echt een volledige liter erin doen. Ik ga die helemaal mixen met de staafmixer, totdat er geen enkel klontertje in blijft. Dan zie je al dat mijn deeg echt bubbels heeft, dus dat die luchtig is. En dan ga ik met de staafmixer er nog eens door. Dan zit er zeker geen enkel klontertje in en is er ook lucht in uw beslag. En dan gaat die goed rijzen. Zo ziet dus mijn deeg eruit voor het rijzen. En dan laat ik die 20 minuutjes gewoon staan, 20 minuutjes rijzen. En dan ga ik beginnen met bakken. Je warmt altijd eerst je pan op. Goed laten opwarmen. En dan spoelt je de onderkant met koud water. En dan pas doe je je beslag in je pan. En laat je die op een middelhoog vuurtje. Op mijn inductie zet ik die meestal op 6. Maar omdat mijn klein pannetje, is nog wel een zwaardere pan, dus zet ik die op 7. Dan zie je ook dat er hele mooie bolletjes in komen. Ik laat die totdat ik zie dat die volledig droog is, de bovenkant volledig droog is. Dan draai ik die om in mijn spatel en laat ik die minder dan een minuutje op de bovenkant in mijn pan. Daarna pak ik ook een kom met olijfolie. En dan besmeer ik mijn gringo, mijn barreer, mijn duizend gaten pannenkoek met olijfolie, de boven- en de onderkant. Dan spoel ik weer mijn pan en doe ik er weer al beslag in. Zoals jullie zien heb ik een hele mooie barreer, super luchtig. Je kunt er bijna doorzien. Met allemaal mooie mini-gaatjes. Echt zoals een barreer hoort te zijn. Ik smeer ze met olijfolie en dan leg ik ze naast elkaar zodat ze gaan afkoelen. En pas als ze zijn afgekoeld, leg ik ze op elkaar. Zo blijf ik dat ook herhalen, dus telkens je barreer nat maken met olijfolie boven en onderkant. Uw pan weer spoelen met koud water. En dan pas uw beslag erin. Ik heb heel even 2 pannen gebruikt, maar
Mijn grotere pan is al een dunnere pan, dus die brandt sneller aan. Dat vind ik niet zo leuk om te gebruiken. Dus ik heb misschien twee grote bagriefs gemaakt. En zoals je ziet, die werd heel snel bruin. En dan ben ik ermee gestopt. Ging ik terug alleen maar kleintjes maken. Mijn kleine pan is van de IKEA. Die zijn allebei van de IKEA. Maar mijn kleinere pan is een dikkere, stevigere pan. Dat is beter voor mijn bagrief. Zoals jullie zien, ik gebruik altijd een spatel. Dat is goed voor mijn pan. Dan kras ik mijn pan niet. En daar draai ik ook mijn bagrief mee om. Dan heb ik aan de zijkanten geen ingedrukte gaatjes. Dan blijft mijn bagrief super mooi rond. Ik heb weer super gebruikt. Moet ik een beetje afleren. Maar ik zeg het al veel minder. Zo maak ik dus mijn bagrief super gemakkelijk. Oepsie, nu zeg ik het weer. Dus zo maak ik mijn bagrief heel gemakkelijk. Ik begrijp niet dat ik dat kon, dat ik dat niet kon. Wat jullie ook zeker moeten doen, is je bagrief nat maken met oftewel boter, oftewel met olijfolie. Maar je moet die nat maken voordat je die op elkaar zet. Dan blijft die mooi in vorm, dan wordt die ook niet ingedrukt. En zijn die bagriers mooie sponsjes. Zo blijf ik dat herhalen totdat ik een volle bordje met bagrier heb. Ik hoop dat alles zeer duidelijk was. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik hoop dat dat ook bij jullie zal lukken. Maar dat zal zeker lukken, want ik kon geen bagrier maken totdat ik deze recept had. Veel succes. Als jullie nog vragen hebben, mogen jullie die gerust stellen. En ik hoop dat alles zeer duidelijk was. Slema!